Schoonhoven. De creatieve zilverstad aan de Lek. Onze stad, waar we trots op zijn. En dat willen we graag zo houden. Voor toeristen heeft Schoonhoven veel te bieden. Maar uiteraard ook onze dagelijkse boodschappen... Voor een verjaardag. of een andere gelegenheid. Voor een verwennerij. op oorkondenniveau. Dameskleding en accessoires. Groente en fruit. Of een heerlijke huisgemaakte salade. We hebben een fantastisch verenigingsleven. Uiteraard gesteund door lokale ondernemers. Een beleving voor, in en om onze woning. En zelfs voor meubelen. Voor een heerlijk ijsje. Brood of gebak. Wij zijn trots op de grootste juwelierscollectie van Nederland. Mode, sneakers en accessoires voor beide. Ook qua horeca heeft Schoonhoven veel te bieden. Onze ondernemers steunen niet alleen de verenigingen, maar ook de Sinterklaasintocht, de braderie en vele andere activiteiten in de stad. We zagen net een filmpje van een van de kernen van Krimpen en Waard. En uh, hoe leuk is dat, want dat gaat over Krimpen en Waard kooplokaal. En... Uh, Marco, ik heb uh, uh, eigenlijk nagekeken dat ik dacht van ja, we zijn met de lockdown, winkels gaan dicht, uh, we moeten iets gaan verzinnen van hoe kunnen we klanten trekken. Dat kan je via internet, maar je hebt natuurlijk uh, shoppen, je hebt online shoppen en online shoppen. Uh, maar die grote internetbedrijven, dat is natuurlijk hartstikke makkelijk, maar dat willen we eigenlijk niet hè? Nee, dat, uh, ja, dat is op zich, op zich ook geen probleem en je kan dat ook niet meer tegenhouden. De, de bol.com en uh, AliExpress enzovoort, ja, de, 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 daar ga je het nooit meer van winnen. En de tijd zoals het uh, uh, was, uh, zoals ik net door de krimpende waard en alles wit is. En dan uh, terugdenkend aan, het, uh, aan ons dorp, uh, zeg maar, het liedje. Uh, dat gaat het nooit meer worden. Dus we kunnen dat ook niet terugdringen. Het is overigens wel zo dat uh, uh, lokaal gesteund moet worden. Nou... Daar zijn verschillende manieren voor. Alleen nu met de lockdown is dat sowieso een probleem. Mm -hmm. um, echter hadden wij een, uh, een interview gehouden en daaruit bleek gewoon dat mensen wel online lokaal willen kopen. Uh, alleen te vaak te horen krijgen we bezorg alleen in Schoonhoven of we bezorg alleen in Lekkerkerk of we bezorgen helemaal niet. Terwijl je wel online uh, uh, ja, iets wil kopen. Mm -hmm, ja. uh, Toen hebben we gezegd, nou, wat kunnen we daaraan doen? Uh, we moeten de winkeliers gaan helpen door het makkelijker te laten vervoeren. Want, nou heb je het, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar je hebt het ja. over we. En wie zijn we? Uh, en, en, een aantal uh, vrienden van mij, zeg maar, die hebben dat en, een, een, altijd een soort van uh, denktankje. <laughs> ja. En daar hebben we dat idee ontwikkeld. Maar hoe kom, hoe, je hebt het over een denktankje, is dat... Puur alleen maar nu met die lockdown gekomen? sinds nee. Vorig jaar? Of is dat, bestaat dat altijd? Zijn het... Nee, ik was al, ik, ik was, uh, of, uh, was, al bezig zeg maar voor de, voor überhaupt of tenminste toen corona alleen nog in biervorm bestond, uh, om lokaal zeg maar uh, belangrijk te maken, ja. omdat. Uh, ja, ik ben voorzitter bij Dilettant, daar doe ik ook de reclame. Als ik kijk dat wij ongeveer 40.000 euro omzet hebben op jaarbasis van bedrijven die alleen maar in de regio gevestigd zijn. Zoals de winkeliers, de klusbedrijven enzovoort. En um, ik nog nooit iemand van Bol.com of eBay of AliExpress tegengekomen ben waar ik aan kon vragen, wil je misschien een bord hangen in Krimp aan de Lek? Juist. Ik denk ook niet dat dat ooit gaat gebeuren. En dat doen de lokale ondernemers wel. En ik vind dat de mensen te weinig um, daarbij stilstaan. Want het gaat, er wordt nu continu gesuggereerd met kooplokaal, landelijk weliswaar, um, dat de winkeliers zielig zijn. Nou, dat is ook het is op dit moment echt wel het geval. En, maar dat was voor de corona ook al het geval. Toen liep het al hard terug. En er zijn verschillende dorpskennen die daarin een uitzondering denken te zijn. Um, maar gemiddeld genomen loopt het echt wel terug. Ja, je moet echt als ondernemer, nu, je moet echt creatief ja, worden. Hè? Ja, ik, uh, ik had het daar nog met Gijs van Egmond, uh, de makelaar hier uh, van het dorp over, een aantal weken terug. En die gaf ook aan. Hij zegt: Je ziet nu echt de, 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 uh, de echte ondernemers nu opstaan. Ja. Ja. Hè, er zijn ondernemers met alle respect die uh, binnen blijven zitten en wachten wat ze van de gemeente of de overheid krijgen. Maar ik, zou dat niet, ik vind dat niet verstandig. Daar ga je het niet meer redden. En er zijn verschillende mogelijkheden, uh, waaronder wat wij nu opgezet hebben, om ja. daaraan deel te nemen. Nou, als ik, mag, als ik je mag interpelleren, uh, wat ik ook zie, nou ja, goed, ik ben een vrouw, ja. ik vind mode leuk. Mm -hmm. En je ziet sommige winkels zo goed al, uh, vanaf het begin, eerst of eerst begonnen al heel schamper met het de, de telefoontje, een beetje filmpjes te maken. Want als je nu een jaar verder ziet, wat voor dingen ze al doen om. Maar te zorgen dat klanten kunnen bestellen, ja. ze kunnen appen, telefoneren. Weet ja. je, dat? Ja. dat maakt natuurlijk voor juist zo'n winkel heel interessant. Ja, is ook zo. Nou, het, het punt was dus wat ik al aangaf van we waren voor de lockdown, of voor de corona-uitbraak al, uh, al bezig ja. om dat te ontwikkelen. Ja. En um, ja, dat is eigenlijk in een, een treinsnelling gegaan. Of stroomversnelling, sorry. Juist. Die om um, ja. um, um dat nu snel op te zetten, om, vanwege de lockdown, want we zijn er nog niet vanaf. En hey. Hoe heb je dat dan opgezet? Want uiteindelijk gaat het, hè, het gaat om krimpende kooplokaal. lokaal. Ja. Nou, als volgt: um, uh, We hebben een website zeg maar, uh, per, uh, met tien dorpskernen ja? van de krimpende waard opgezet, verdeeld in verschillende branches. En in, onder die branches kan je dan komen staan als bedrijf. Voor een kleine bijdrage of aan administratiekosten op jaarbasis. Want we moeten het verwerken enzovoort. Bedrijven kunnen daar in een tussenliggende pagina zelf ook nog informatie kwijt. Um, zoals aanbieding of, of extra informatie. Mm -hmm. Of hoe ze nu met de corona-lockdown uh, omgaan mm -hmm. enzovoort. En um, dat was weer voortgekomen uit het feit dat wij... Uh, uh, Alex Maswijk en ik de hand in één geslagen in het voorjaar al om filmpjes te gaan doen voor Krimp, of voor uh, krimp, uh, Kooplokaal, zeg maar. Ja. Dat we, uh, was eerst de bedoeling om dat alleen in de dorpskernen van de Krimpen en Waard te doen en Schoonhoven. En... en Schoonhoven wordt ook bij de Krimpen en Waarte. Ja, maar dat is een stad. Oh, over dat je het dorp en steden, oké. Okay. Um, nou is het zo dat wij uiteindelijk in Steenbergen geland zijn voor, bij het 33ste filmpje in het voorjaar. En ja, toen hadden we, keken we elkaar zo aan van ja, we kunnen ook naar Apeldoorn en naar Friesland gaan, maar dan wordt die filmpjes wat te duur. Dus daar zijn we op een gegeven moment mee gestopt en ja, toen zijn we gast gaan geven op de website Krimpenwaard Koop Lokaal. En ik moet zeggen, dat loopt uh, als een trein nu. Um, Want een ondernemer, zeg maar, uh, die kan zich aanmelden. Ja. Een winkel kan zich aanmelden. Ja. Om daar zeg maar uh, de connectie mee te hebben, ze reclame op te tonen. Ja. En precies. dan kan er ook besteld worden. Ja. Nou hebben wij. Uh, ik ga heel goed om met Erik Wiersma in Krimpa aan de Lek. Want dat is wel een leuk verhaal eigenlijk. Um, en ik, ja, ik wil hun toch wel in het zonnetje zetten, min of meer. Uh, ik, ik sprak ook Jan Vente en om, om, ja, over het probleem verkooplokaal. En hij zegt: ja, als je dat wil doen, moet je dat wel snel doen weet je, want het is nu extra van belang. Ik zeg ja, maar uh, ik moet dat alleen doen op dit moment uh, om, om die bedrijvenacquisitie te plegen. En dat moet ik ook nog doen tussen mijn andere uh, bedrijvigheid door. Ja. <laughs> um, en dat was vorig jaar maart, april. Nee, dat dus. was uh, van de website was het twee maanden geleden. Oh, oké. Okay. Van Krimpenerwaard, ik hoop nog okay. wel. Um, ik ben naar Erik gegaan en ik heb gezegd van, ...joh, moet je luisteren. Uh, het is zoals het is, maar bij jullie gaat het heel goed. En jullie worden ook, ondanks je er niks aan kan doen, want ja, ze zijn helemaal essentieel, dus een Albert Heijn of een, een, welke andere supermarkt ook, ja, die zal open blijven, want mensen moeten natuurlijk wel in dagelijks behoefte kunnen voorzien. Ja. Um, heb, ben ik naar hem toegegaan en gezegd van, joh, luister, een mens, winkeliers kijken jullie toch scheef aan, min of meer. Uh, onterecht, maar gebeurt. Uh, toen heb ik gezegd: uh, bij jullie lopen 100 mensen in de winkel. en bij de kappen mogen er geen twee zitten. Nee. Ik heb inmiddels zelf ook een koep uh, corona. En, uh, maar goed, ik heb gezegd: van, is het misschien een leuk idee. Als, de, of zij, als jij de vergoeding betaalt voor de winkels die dicht zijn. die dus echt geen omzet kunnen maken. En dat is de vergoeding om bij jullie aan te ja. sluiten? Ja, en dat is uh, in dit geval 50 euro per winkel. Ondereen per winkel. Ja, op jaarbasis. En uh, hij zegt, ik ga het er even over denken. En binnen een half uur belde hij terug. Hij zei, joh, ik doe het. Nou, dus dat was hartstikke leuk. En dat is makkelijk, want dan hoef je de winkel alleen maar te bellen dat het aangeboden werd door uh, de, de supermarkt. Ja, dat ja. is ben makkelijker ik naar... te verkopen. Ja, toen ben ik naar Teuslingeland gegaan uh, in Lekkerkerk. En daar heb ik het voorgelegd. die was ook gelijk enthousiast. Oh, dus dat ging echt als een vuurtje ja. ging het rond. toen ben ik naar uh, uh, Bas Rechthuit van de Plus gegaan in Schoonhoven. En die zei ook gelijk van, dat gaan we doen. Mm. En Gerrit de Jong, co-op in, uh, in Stolwijk. Ja, en toen ging dat als, loopt vuur, als een lopend vuurtje en alle winkels waren heel enthousiast. Ik had zelfs winkels die, die gingen huilen om het feit dat dat gedaan werd ja, door de supermarkt. Niet zozeer vanwege het bedrag, maar wel van het initiatief en, ja. en, en de hulp vanuit het dorp. Ja. ja, want ik zag de kreet ook staan, hè. laat de kernen van de Krimpenwaard niet in de steek... Puur om die winkels zoveel mogelijk te ondersteunen. Ja. Op jullie manier. Met een, we hebben natuurlijk zo'n filmpje al gezien van zo'n kern. Ja. Die zijn er niet van allemaal, want er zijn natuurlijk elf kernen. Uh, maar goed, bij tien kernen uh, gaan we daar, werken jullie we er al mee. Um, nou, staat er ook: hè, met z'n allen gaan we ervoor om de leverheid van onze kern in de krimpende waar te behouden. Ja. Wat, wat het legt nou, je uit, Wat ik, bedoel uh, je daarmee? Nou, wat ik daarmee bedoel is: is kijk, het punt is, natuurlijk zijn winkeliers zielig en, enzovoort en moeten we ze steunen. Um, maar ik vind de winkeliers niet zielig. Nee, nee, Heer, gaan de winkelstraten uh, ja. waren nog maar uh, 40, 50 procent enzovoort. In Krimpenwaard valt het gelukkig nog mee. Maar als je in een paar dorpen verder gaat of steden, zie je dat wel ja, uh, uh, zie dat terug. En um, ik wil zelf ook niet dat in de Waard uh, dadelijk alleen de dorpskernen uh, nog bestaan uit, uh, uit kantoren en, en, en de woningen. Superlaard. Ja. de ja. ja. Um, daarbij is het zo dat de leefbaarheid is dus niet alleen de winkels, maar zijn ook de verenigingen en de cultuur. Hè, ik, wat ik al aangaf, wij worden als vereniging uh, worden wij gesponsord voor 40.000 euro van de winkeliers en de, en de lokale bedrijven. Nou, dan doen jullie het goed dan doe je? Het. Als ik zie verenigingen, ik ben zelf ook een verenigingsmens, mm -hmm. maar het is een aardig bedrag. Ja. En je hebt natuurlijk wel gelijk dat op het moment dat er natuurlijk de winkeliers wegvallen mm -hmm. en bedrijven, ja. dan kan je die sponsorgelden ook niet meer binnenkrijgen. Nee. En nee. ben je dus genoodzaakt om op een andere manier ook ja. weer het lidmaatschap te verhogen. Dat... Ja, en dat, dus dat, dat maakt de leverheid in een ja. dorp onherroepelijk uh, ja, een, een stuk minder in kwaliteit. Ja. Nou is het zo dat um, ik zag staan: hey, als bedrijf kan je dan uh, zorgen dat daar uh, je. Dat mensen gaan bestellen. Jullie gaan dat ook bezorgen. Of is dat altijd zo? Of is, is dat nog weer apart? Want ik zag nee, het dat ook is, een bezorgbuddy, ja, zag dat ik, is, uh, staan. nee, dat is apart. Uh, het is een service die we aanbieden voor de winkeliers, die uh, ja, zoiets hebben van. Kijk, wij geven de garantie dat als het voor negen voor zes besteld is, is het dezelfde dag voor negen in huis, in de Krimpenwaard. En buiten wordt er niet bezorgd. Um, er zijn winkeliers die het zelf bezorgen, er zijn winkeliers die laten het via een andere courier ja. doen of via de post. Dat maakt ons niet uit, het gaat erom dat alle bedrijven die op die site staan, daar weten mensen blindelings, als ik naar die site ga, dan ongeacht of ik nou een schoonhoofd bij een winkel word kopen of een krimp aan het lek, dan wordt het bezorgd. En dat, dat was eigenlijk een beetje de bottleneck omdat mensen dachten altijd van ja, de ene bezorgt het in Schoonhoven alleen, die in kerk die helemaal niet. Ja, ja ga dan wordt het heel ingewikkeld voor een klant. Ja, ja, want als ik nu naar bol.com ga, weet ik dat ik het morgen heb. Ja. Nou, nu kunnen ze naar Krimpenwaard koop lokaal en hebben ze het ook zelfs of vandaag of morgen in huis. En dan, um, dus dat maakt het een stuk makkelijker voor de, voor de inwoners. En daar komt dat woord bezorgbuddy eigenlijk uh, vandaan? Ja, de bezorgbuddy, we rijden inderdaad, is de bedoeling, we dus, uh, nu met twee auto's, maar we, uiteindelijk is het de bedoeling dat we dat uit kunnen breiden naar vijf, zes auto's toe. En er komt ook reclame op te staan, de bezorgbuddy en de krimpende waardekoop Den, Denken jullie dan ook echt wat, hè? want je, dat, dat is best wel dat je denkt, van, oh, van twee auto's naar zes, mm -hmm. maar zometeen uh, lockdown wordt opgeheven. Ja, maar we gaan weer dat... een beetje back to normal, een beetje maar, want ja, we zullen nee, nooit dat... meer helemaal misschien normaal worden. Maar... Sterker nog, daar hoop dat... ik alleen maar op. Maar dan nog blijft het probleem dat de winkels al jarenlang minder worden, zeg maar. En de, 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 de... Ja, je, je wil eigenlijk een regio uh, ja. verbreden, ja. waar ze zitten. Ja, je maakt het voor de winkeliers, hebben ze een neus van de, 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 de vijf, zesduizend mensen van het dorp. Uh, kunnen ze uitbreiden naar 53.000 ja. mensen in de Krimpenenwaard. Uh, het blijft dan nog steeds binnen de, binnen de Krimpenenwaard. En um, ja, de verenigingen moeten ook na de lockdown nog blijven bestaan. Want mensen kunnen, krijgen steeds meer de mogelijkheden uh, om, om bij grote um, internetbedrijven te kopen. Ja. Ja. En dat is na de corona niet over. Nee. En nee. sterker nog, ik denk juist dat er veel mensen nu het gemak, omdat de lockdown er is, van uh, internet ondervinden. Ja. En uh, die dadelijk ook denken: van nou, het is eigenlijk wel makkelijker om op Bol.com dan uh, op de fiets naar het dorp te gaan. Dat is de reden dat we het opzetten. Dus ook ja. na de corona. Uh, door blijven gaan. Uh, gaan we zeker door ermee. Ja, ja. ja. nou kunnen ze je vinden hè, op Krimpenwaardkooplokaal.nl, dat is de website. Ja. En ook op Facebook zag ik uh, dat jullie daar ook zitten. Uh, dat geldt zowel voor mensen die iets willen kopen, maar ondernemers kunnen zich ook nog aanmelden. Ja, er staat ook uh, uh, onderaan de site uh, dat de informatie voor ondernemers. Okay. Dus daar kunnen ze alles terugvinden hoe het werkt. En hoe zit het dan, want ik zag uh, in jullie advertentie uh, staan ook iets van uh, ja, ook, uh, klusbedrijven. Ja. Uh, um, hoe moet ik dat zien? Want klusbedrijven klusbedrijf, nou, ik, ja, die, of plank houden. Nee, ik, plaats, ik begrijp ik die, die, maar... die, die worden niet in huis bezorgd. Nee, dat <laughs> nee. klopt. Nou, het, het punt is dat, um, uh, ik, ja, kan er wel, we hadden in principe alleen de winkels willen doen. En de, ja. die, die dus die wat te bezorgen hebben. Uh, ik hoorde op een gegeven moment van iemand die zei van joh, wat ik, waar ik nou van schrik is dat ik op een dorp eh, langs een winkel eh, kwam waar een schilder bezig was uit Gelderland. Terwijl we, ik weet niet hoeveel schilderbedrijven in de krimpen waard hebben zitten, die dat ook heel netjes kunnen. Dan denk ik van ja, dat is niet de bedoeling. Maar ik is bedoel... het dan eigenlijk gewoon een soort, dan, dan wordt het ook gewoon een soort advertentie als het ware wat ze doen. Want ze, 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 uh, nou, ze kunnen ze hun diensten het aan. Gaat, het gaat erom dat, kijk, het gaat erom dat uh, de bedrijven en de klusbedrijven okay. die daar ook op staan, zeg maar, ja, die ook de, voor hun is het ook van belang dat ze gevonden worden en dat ze niet de eerste best op Google uh, uit Gelderland gaan zitten bellen die daar bovenaan staan. En uh, het, ik, ik bedoel, ook de klusbedrijven hebben we als verenigingen nodig om te sponsoren. Ja. Dus die moeten we ook helpen dus op die manier. Eigenlijk kan elke. Elke ondernemer in principe? In wezen wel, ja. En het is maar net want of ze. Ja, kijk, weet je, het gaat erom dat we met z'n allen lokaal dingen uh, aanschaffen ja. en uitbesteden. En het gaat juist om en... die leefbaarheid in ja. de krimpende waard. Van het een komt het ander. Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Oké, okay, duidelijk. Ik, uh, ik ben trots op de krimpende waard en dat uh, wil ik graag zo blijven. Ja, dat zie ik aan je. Ja. Dank je wel.